Erwin Brem van Nunspeet, dat is de afspraak dat we daarmee gaan napraten over deze wedstrijd. Dat doen we op een hele lege tribune die we voor onszelf hebben. Het wordt wel opgenomen. Maar ja, ik ga eerst vertellen, Erwin, CSV Apeldoorn tegen Hierde, 2-2 zojuist geworden. Ja, jammer is dat. Waarom? Nou ja. Ik denk, als wij gaan kijken naar de stand van de ranglijst voor de toekomst, dat hier een directe concurrent gaat worden van ons of wij van hun. En CSV Apeldoorn verwacht ik toch wel in de top 3 te eindigen. Dus die stonden volgens mij 2-0 voor. Boersma scoort in de 84e minuut. En dan denk je bij jezelf, het zal toch niet. Maar uiteindelijk geef jij toch aan dat het nog 2-2 wordt. Nou, mooi voor Hierde. Hopelijk verdiend. Maar ik heb liever gehad dat wij vandaag hier een punt gepakt hadden. Ja, want als we daar naar die wedstrijd maar eens eventjes teruggaan. In alle eerlijkheid, ik heb een machteloos Nunspeet gezien vanmiddag. Nou, ik weet niet als het machteloos was. Op voorhand hadden we gewoon een tactiek gekozen. Waarbij we gezegd hebben van we willen het spel zoveel mogelijk neutraliseren. Nou, dan zeg ik het denk ik heel netjes. We wilden eigenlijk de tegenstander uit de tent lokken, irriteren. Nou, dat is ons vrij veel gelukt. We moesten het geduld opbrengen. We hebben gezegd van we laten SV het spel maken. Gaan we ruimtes geven tegen deze ploeg? Nou, dat hebben we bij fase kunnen zien. Machtig, wat een ploeg. Echt fantastisch om te zien. Ik heb gewoon van genoten van de tegenstander. Alleen wij moesten hun spel niet zozeer opleggen, maar gaan ontregelen. Nou, daar hebben we de eerste helft heel verdienstelijk gedaan. En wij hebben zelfs in de eerste kwartier 2-3 spaarzame mogelijkheden gehad. En na de 1-0 hebben we zelf een hele goede kans gehad op de 1-1. Ja, dan moet je het geluk hebben, dat moet je afdwingen en dan moet je die 1-1 maken. Dus een machteloos, ten aanzien van het spel, schouwspel, kan me voorstellen dat je misschien gedacht hebt van wat is dit. Maar anderzijds hadden we ze wel waar we SV wilden hebben. Dus ze raakten wat geïrriteerd, ballen gingen over de zijlijn, ze moesten geduldig blijven. Joh, het is zo'n fantastisch voetballende ploeg. En dat hebben we denk ik met elkaar goed gedaan om te ontregen. Alleen na 90 minuten heb je geen gewend resultaat. Nee, precies. En dat is dan het frustrerende natuurlijk. Ja, uiteindelijk wel. Kijk, het frustrerende is uiteindelijk, dat zeggen de spelersgroep ook, van joh, weet je, dat deze ploeg elkaar makkelijker vindt, dat ze meer kwaliteit binnen de lijnen met ons, dat is een gegeven. Maar als je nou uiteindelijk kritisch gaat bekijken hoe we de doelpunten weggeven. Kijk, we wisten dat de rechtsback een verre ingooi heeft. Maar dan in een kluw van 2-3 spelers tikt hij een bal in. En die gaat tergend rollend langzaam de hoek ver hoek in. De 2-0 is vanuit een spelervatting, vanuit de cornerbal, wat binnen de 5 gedraaid wordt. We staan in de zone, we moeten die bal aanvallen. Ja, voor hun is dat een visitekaartje en dat doen ze goed. En de 3-0, nou ja, dat is een strafschop. Makkelijk gegeven, zei de grensrechter ook. Maar goed, uiteindelijk wordt die gegeven. We moeten hem niet brengen in die situatie. Dus uiteindelijk, kijk, het is een verdiende overwinning. Laat dat heel duidelijk zijn voor SV. Met de manier op hoe we de doelpunten hebben weggegeven. Hoe hun gescoord hebben 3 keer. Ja, dat geeft stof tot nadenken. Hadden we die voorkomen met elkaar. Maar als 2-0 gebleven was ik niet 1-op-1 gaan voetballen. Dat deden we ook. Geef je meer ruimte weg. Jong, dan had ik het wel willen zien. Dan had ik het willen zien hoe geduldig SV had kunnen blijven. En dan hadden we vanuit die spaarzame omschakelmomenten en die kansen wat hadden we, doelpunten maken. En dan had het maar zo anders gekund. Maar ja, dat telt niet in voetbal. Als telt niet. Als en hadden, dat telt allemaal niet. Je zegt het al van nou, de momenten die er waren, hadden we wellicht de kans op scoren gehad. Mogelijkheden, zeker in de beginfase van de wedstrijd. Alleen niet goed uitgespeeld. Daarna wel de kans voor Frank Boers, waar hij tegen de paal schiet. Hadden we dan misschien een andere wedstrijd gezien? Ja, dat is altijd voor de trainer heel makkelijk om te zeggen ja. Nee, maar weet je, dat zijn wel de momenten geweest waarop wij een doelpunt hadden kunnen maken. En dat hebben we nagelaten. Nogmaals, SV gewoon een heel goed georganiseerde ploeg. Echt heel gedisciplineerd spelen. De eerste helft hadden ze iets meer moeite met het geduld op te brengen. En daar maakten we wel gebruik van. Dat we de trechter in lieten spelen. De buitenspelers, hele creatieve voetballers. Nou, weet je, we gaven 1 keer ruimte de eerste helft. En ze komen gelijk de 16 in, het wordt gelijk gevaarlijk. Nou ja, en dat hebben we getracht geprobeerd te voorkomen. Dat hebben we verdienstelijk gedaan. Het was misschien niet altijd om aan te gluren, maar we hebben heel gedisciplineerd gespeeld. Dus daar een groot compliment naar mijn spelers toe. Alleen, uiteindelijk sta je na 90 minuten met lege handen. En dat is, dat is spijtig. En daar hadden we anders op ingezet. Waarbij ook nog eens natuurlijk het gebrek aan kansen. Zeker in de tweede helft. Ja, de tweede helft zie je bij fases dat SV geduldiger blijft. Een balletje rondtikken achterin. Vooral het duo en die laatste 4. Nou, daar kwamen we 2-3 keer goed tussen. Nou ja, en na de 2-0 ga je meer risico nemen. Want het laatste kwartier zijn we 1-op-1 gespeeld. Nou ja, dan zie je uiteindelijk ook dat er SV nog 4-5 mogelijkheden oplevert. Waarbij hun het niet goed uitspelen. En dan krijgen ze een strafschop mee. Nou ja, dan mag je gewoon blij zijn dat je geen grotere nederlaag in de broek krijgt. Dus dan zeg ik over de eerste 60 minuten. Complimenten hoe wij de organisatie hebben bewaakt. Discipline hebben bewaakt. Alleen de paasnauwkeurigheid in bepaalde omschakelmomenten mag hoger. En die spaarzame kans wat we krijgen. Ja, dat we gewoon een doelpunt moeten maken. Maar joh. Uiteindelijk ben je altijd teleurgesteld als je verloren hebt. Maar hier kunnen we wel absoluut verder mee.
Alleen, dat zeg ik nogmaals, SV is gewoon kwalitatief een paar treden te hoog voor ons. En die hebben we geprobeerd te trachten te bespelen op een manier waarbij wij hun de tent gingen lokken. En dat is gedeeltelijk gelukt. Alleen het geen gewenst resultaat. Had je dat verwacht van SV? Dat ze zo konden voetballen, ja. Ja. Ja, nee, dat wisten we vooraf ook vanuit analyses. Ik weet het vanuit de voorbereiding. Ik weet van de vorige trainer met Joran Hendricks. Yo, heel verdienstelijke ploeg. Heel goed balans. Nou, je ziet het, de lengte, de fysiekheid. Ze hebben een aantal spelers erbij gehaald wat gewoon een meerwaarde is. Ze kunnen vanuit het niets zo in één keer een kans creëren. Nou ja, met spelervattingen zijn ze levensgevaarlijk. Dus absoluut een top 3 kandidaat. Ja, terug bij af dus. Na de nederlaag van vandaag en vorige week ten oude nood aan de wedstrijd over de streep heen getrokken. Want dat had ook zomaar nog in de slotfase mis kunnen gaan als Jean Pota niet had gestaan. En die week ervoor tegen Bennekom, ja, in de 96e minuut dan uiteindelijk dan toch de Bietenbrug op gegaan. Volgende week wacht KHC opnieuw een lastige tegenstander. Ja, het mooie is, na de trainer ken ik redelijk. En van de week belde hij nog. Ja, op voorhand verwacht ik een tactisch schaakspel. Of wij moeten met een heel andere manier van voetballen gaan komen. Kijk, KHC voetbalt momenteel naar de mogelijkheden. Zet 5 man achterop. En doet heel veel vanuit de omschakeling. Dus deze week vanuit analyse maar eens bekijken waar onze mogelijkheden en kansen gaan liggen. En dan een strijdplan op de mat gaan leggen. Alles staat op beeld, hè, Erwin. Je hebt het weekend om de wedstrijd nog eens te gaan bekijken. Ja, dat gaan we absoluut doen. We gaan ons weer optimaal voorbereiden. En eerst deze week trainen. Hopen dat de RIVM in combinatie met de overheid niet al te gekke dingen gaan doen. En hopen dat we volgende week goed kunnen spelen. En dan hoop ik op een iets attractievere wedstrijd. Dat snap ik ook voor het publiek. Alleen we hebben vandaag gewoon gezegd van jongens, we gaan puur voor het resultaat. We gaan niet voor de schoonheidsprijs. Hebben we ook niet gedaan. Alleen uiteindelijk na 90 minuten nogmaals tijd met lege handen en een verdiende overwinning voor SV. Goed, dankjewel. Fijn weekend en in principe tot volgende week zullen we maar zeggen. In gezonde welzijn tot volgende week. Oké, dankjewel. Hey. Dat was het vanaf de Wildzang, waar we na hebben gepraat met trainer Erwin Brem over de wedstrijd Nunspeet SV, die vandaag eindigt in de nederlaag voor Nunspeet 0-3.